Hallo. Dag Els. De mensen van Bumaco. Je had gevraagd. Nee, je hebt niks gevraagd. Ik heb gewoon gezegd van ik ga die een Teflon. Hij is een heer die een Teflon op maat maken. Ik ga nu al eens laten zien hoe dat gebeurt. Die gaan het ook eens gezien. Goed, oké. Okay. De rest volgt nu. Ah ja, ik was het vergeten, ik moet het zelf doen. Dus eerst de camera afzetten en dan goed, tot ziens, bedankt. Zo, eerst op maat zagen van de, en die, er is een schuine kant aan, die moet weg. Zag ik die eerst af met de lintzaag. Hè? Pas geïnstalleerd. Oké. Eraf. Nu hakschaven. Schaafmachine. Hier. Ah ja, ik moet dat zelf ook nog doen. Ik ga de camera verzetten en de machine aanzetten. En schaven. Eerst gaks. Zo, wat ik nu niet echt weet. Hè, want die schaaf die draait fors, met een forse kracht. En toch een paar duizend, 1500 toeren als het niet meer is. Ik moet dat dan niet gaan verbranden. Dat gaan we wijten. Zo, dat is mooi haaks. Hè? Zo moet je dat nog niet gecontroleerd. Het is toch maar voor één deur te steken. Nu gaan we het op 70 breed maken. Met de lintzaag ga ik hier daar zo een millimeter vanaf blijven, hè? Dus dat moet ongeveer 70 zijn, iets minder, zodat ik dat hier nog even kan gelijk zetten. Goed, oké. Okay. Camera weer zetten en dan zagen. Eerst het machine aanzetten, want anders dat gaat niet goed. Dat is afgezaagd. Nu ga ik dat eens in geel lak trekken. Maar ik ga dat onder de schaafbank doen. De van diktebank. De van diktebank. Dat schuift zo. Wacht, ga ik eens zien waar je het kunt zien. Hier gaat het kunnen zien. Het schuift zo over het spel. Maar hier van boven heb je de frees en dat gaat daar onder door. En dat maakt dat evenwijdig. Goed. Oké, okay, dan gaan we dat eens doen. Hè. Zo. De van diktebank. Van boven heb je de schaafbank. Hier van boven heb je de schaafbank. De van diktebank, dan stikt het daar eigenlijk onder die schaaf door. Naar hier of naar hier. En we gaan dat direct op 70 zetten. Door de onderplaat op en af te regelen, kun je dat de onderdij schilderen. Oké, dan zijn we getrokken. Hier onder doorsteken en ik ga daar niet graag met mijn handjes onderin. Het is tamelijk scherp. Goed, dus pak ik een plankje. Ik heb hier al direct iets bij mijn handen. De plank. Dus met Teflon gaat dat niet zo goed. Dat weet ik nou ook. Oké, dan moet ik het toch nog van dikte zetten. Dat is ongeveer. Oh nee, dat was juist.
20 mm en ik moet er 15 hebben. Dan gaan we dat hier op. Op 18 zetten. Twee millimeter per een keer. Dat is wel genoeg. Te veel. Dan gaan we maar zakken. Zoiets. Ja, Teflon is toch geen auto, hè? Nee, dat is geen auto. Dat ik een machine. Zo, een stukje hout zat vast. Ik ga een langer, een smaller stukje hout pakken. Dan gaat dat iets beter gaan. Hier ben ik. Even uitzoomen. Ja. Oh, 15 zou dat moeten zijn. Als je dat zou zien, dan is dat mooi. 15. Zie, ondersteboven zie je dat beter. Dus voilà. Ik denk dat dat beter is, zoals dat je zelf zei, voor die koude brug tegen te gaan. En ja, dat zal wel straf genoeg zijn, Paul. Goed, dan ga ik u nog even laten zien hoe dat ik kan ontbranden. Ik heb daar een toetje voor. Ik ga dat even halen. Dat is wat ik nodig had eigenlijk, dat toetje. Ken je dat? Dat is zo met een mesje aan. Ja, tamelijk moeilijk om uit te leggen. Dat zit scheef. Je steekt het tegen je stuk en je trekt er een keer aan. En je maakt er een schone. Ombraam de kant van hier van hetzelfde. Teflon gaat dan natuurlijk iets gemakkelijker, maar dat is eigenlijk bedoeld voor ijzer. Voor dat proper te maken. Hè. Normaal is dat iets voor een draaibank, maar ik heb nog geen ijzer draaibank. Geen net voor mij, dan zal ik je dat goed vingen. Want dikjes heb ik dan nodig, dan heb ik dat niet. En dan moet ik mijn plan trekken op mijn draaibank, een oude draaibank. Hier staat hij. Ja, let me op, daar. Het is er niet. Ah. Hier. Wat is dat hier? Met een camera, dat is precies niet goed. Moet je een beetje water zetten. Zo, hè. Voilà, nu gaat dat beter zien. Zo, daar, dat is mijn draaibank. Ja, voilà, dat is om te draaien. Om van alles te draaien. Ja, dat is een ladderje dat er tegen staat. Dat is niet om te draaien, dat is om omhoog te raken. Goed, dat gezien, Niels.
Dat is minder, dat vind ik nou zo tristig. Ik vind dat niet, ik vind dat toch tristig. Dat is omdat men, ja, teflon is iets anders dan zout. Dus, en daarbij, ik heb nog niks anders dan schrijnen gebruikt. Sneeuwt. Ja. Waar werk ik? Hier thuis. Allee, dus tot de volgende, hè. Bedankt. Groetjes, hè.